Hierachter zie je al het karretje staan. En elke woensdag doen we dus bakkie buiten en donderdag buitenkeuken. En donderdag koken we dus met spullen die we halen bij de markt, op de grote visserijplein. Uiteindelijk willen we dus dat mensen ook zeggen, oh, ik wil een keer dit maken, ik wil een keer dat maken. Nou, zo willen we ervoor zorgen dat de mensen uit de buurt elkaar eigenlijk beter leren kennen. En daarmee dus de participatie in het onderhoud van dit plein te stimuleren en te verhogen. Hospoddenplein is een heel groot plein. Het is een plek waar kinderen kunnen voetballen. Het wordt gebruikt als schoolplein. Maar ook gewoon een plek voor buurtbewoners om te hangen en elkaar te ontmoeten. Ja, heel veel steen, veel te veel steen eigenlijk. En veel te weinig groen, vinden wij en heel veel mensen uit de buurt. Als het hier echt heel heet is, dan kan je hier zelfs niet eens meer voetballen, want het asfalt is gewoon te heet. En ja, het is gewoon zonde, want er zijn heel veel mensen die hier veel baat bij hebben. Er zijn een hoop verschillende partijen bezig met het opknappen en het vergroenen en verhogen van de biodiversiteit. Een onderdeel daarvan is ook dat jullie graag wel een waterkraantje zouden zien. Zeker, ja. Als je wil vergroenen, het belangrijkste wat je eigenlijk nodig hebt is water. En op dit moment is er nergens in de buurt van het plein een watertoevoer. Behalve hier dus, bij Duinkrop. In dit hoekje zijn ook artikelen om voor kinderen mee te spelen. En je kan er koffie en thee halen. En er is dus een waterkraantje. En dit wordt onderhouden en uitgebouwd door Yes, de voedselbank. Maar dat is dus niet altijd open. En wat wij graag zouden willen zien is dat er een openbare waterkraan is, zodat de kinderen die hier spelen, de ouderen die hier wonen, die hier zitten als het warm is en niet helemaal naar binnen kunnen lopen. En voor watergeven voor je plantjes als het hier eindelijk gegroeid kan worden. Dus het is eigenlijk wel een soort, jullie willen een beetje het plein vergroenen, maar ook wat socialer maken. Ja, en dat verhoudt zich allemaal heel erg tot elkaar. Want als je iets wil vergroenen, dan moet dat onderhouden worden. En dat moet schoongemaakt worden en opgeruimd. En dat doen mensen uit de buurt op het moment dat ze zich betrokken voelen bij de plek waar ze onderdeel van uitmaken. En dat voelen ze als ze elkaar ook kennen.